Het is de dag van de drinkenbroeders. Het is oudejaarsavond. Buiten knallen de rotjes en spelen de kinderen met vuur. Ik ben 50 jaar en overzie mijn leven. Wat is er nog van te maken? Sociale zaken. Vandaag ben ik mijn hand weer gaan ophouden. Maar het loket stond nog maar half open, omdat 31 december eindelijk een feestdag is. Er zijn nog kaarsen over voor kerstmis. Het licht van de liefde is nog niet gedoofd. En over de radio hoor je de engelen nog zingen. Hier heb je 5 gulden. En als je vlug opschiet, is de bank van lening nog open. Breng je tijdjes in het daarheen. Ik ben nu op een leeftijd gekomen om er geen illusies meer op na te houden. Wat kan jou die tijdmachine schelen? Je hebt nog nooit in je leven een behoorlijk verhaal geschreven. Als je vandaag die tijdmachine verkoopt, kun je morgen een baas zoeken. Zoals alle nette mensen die geen capsules hebben. Wat moet je? Schrijver zijn. Ben je soms uitverkoren? Ja, ik ben uitverkoren. Ik wacht tot ik duidelijk de stem hoor die me geroepen heeft uit de nauwe steeg van mijn geboorte. Mag dat? Ik heb het licht meegenomen van kapotte straatlantaarns. En daar droom ik bij. Daar blijf ik bij dromen, tot ik het weet. Het is oudejaarsavond. En het buurmeisje is door haar moeder buiten gezet. Op blote voetjes loopt ze door de sneeuw. Ja, zo was het in 1920. We hebben zuurkool gegeten en mijn moeder brengt de borden naar de keuken. Ons buurmeisje heeft blonde haren en onschuldige blauwe ogen. En ze begint de borden af te likken, want ze heeft honger. Is dat overdreven? Nee, zo is het werkelijk. Mijn moeder heeft het 1000 maal verteld toen ze in een stoel zat met een deken om haar benen omdat de kachel niet brandde. Maar mijn moeder is een weesmeisje uit de muur van de kerk en de hand van de koster ligt op haar hoofd. Ik weet het niet. Het schijnt een vergissing te hebben gemaakt. Maar het kan ook zijn dat alles op een misverstand berust. Want is het wel waar dat ik ooit een moeder heb gehad? Als iemand mij ernaar vraagt, dan kan ik niets anders zeggen dan dat ik uit de duisternis ben voortgekomen. Er is af en toe een lamp in mijn leven. Er staat ergens een bed. Maar dat bed hoeft er niet te staan. Er is mij geen bed meegegeven bij mijn geboorte. En er is niets dat vanzelfsprekend is. Alleen honger. De honger is vertrouwd.